Dankjewel, dankjewel Titia. Ik heb mijn mooie Schotse rode snor afgeschoren, maar ik sta er nu wat netter bij. En ik wil het gaan hebben over huilende heiden en blije bossen. En in feite wil ik het gaan hebben over hoe gaat het met de vlinders, met de dagvlinders in Nederland. En dat wordt me heel veel gevraagd. Ik zit natuurlijk ook vaak met pers om tafel en die zeggen van hoe gaat het nou? Ja, dan kun je zeggen het gaat slecht en dat klopt ook. Maar je moet ook altijd allerlei nuances aangeven, want er zijn heel best soorten met wie het eigenlijk prima gaat. En we weten er gelukkig erg veel van, want een heel aantal van u die telt ook mee hè, met die monitoringroutes, met vaste routes in het meetnet. En het NEM, het Netwerk Ecologische Monitoring, dat verzamelt allerlei van dat soort gegevens, van de vlinders, maar ook van de libellen en de nachtvlinders, ook van de amfibieën, van de zoogdieren. En een reden voor een feestje, het NEM, het Netwerk Ecologische Monitoring, bestaat 25 jaar. Krijgt u ongetwijfeld nog van te horen, zeker als u een van de groepen meetelt die binnen dat NEM worden geteld. Dat NEM is heel belangrijk, maar de vlinders die worden al veel langer geteld dan 25 jaar. Wel meer dan 30. In 1990 zijn we begonnen met het meetnet van de dagvlinders. En vanaf 1990 kunnen we dus best, ja, kunnen we gewoon precies aangeven hoe het gaat met iedere individuele soort. Er zijn soorten natuurlijk die maar op enkele plekjes voorkomen, maar goed, dan zorgen we ook dat daar routes liggen. Er zijn plekken die op heel veel plekken voorkomen en daar ja, hebben we echt ook hele betrouwbare trends van. En hoe gaat het dan met de vlinders in Nederland? Ja, met sommigen gaat het buitengewoon goed. Bontzandhoogje, enorm toegenomen. Een soorten die best redelijk doen, die niet sterk achteruit gaan, tenminste in aantal op de routes. Nou, bruinzandhoogje is daar een voorbeeld van. Er zijn ook soorten waarmee het beroerd gaat, met het heel slecht gaat. De argusvlinder is ja, één van de soorten waarmee het buitengewoon slecht gaat. En van die argusvlinder is nog het bijzondere dat hij eigenlijk overal voorkwam. Hè? Toen Rick nog eitje was, dus dat is zo rond 1988, toen kwam hij nog overal voor. En nu inmiddels ja, is hij echt heel sterk achteruit gaan. In het westen komt hij gelukkig nog wel voor. Maar goed, dat zijn dus soorten. Dus eigenlijk er is niet iets te zeggen van het gaat goed of het gaat slecht. Er zijn soorten waarmee het goed gaat, soorten met wie het slecht gaat. Maar uit dat meetnet kunnen we ook al die gegevens van al die soorten bij elkaar leggen. En eens kijken hoe gaat het nu met de vlinders. En nu hebben we een grafiekje. U bent van mij geen grafiekjes gewend, maar ik begin ook ouder te worden. En ik ben nu echt een grafieke freak geworden. Dus ik zal u doodgooien ermee. Hier ziet u de grafiek van uit het meetnet. Van hoeveel vlinders zie je nu tijdens een telling in het meetnet. En de rode lijn, dat is de lijn die geeft het gemiddelde weer vanaf 1990. En die blauwe lijn, dat is de lijn van afgelopen jaar, van 2023. En dat zal u niet verbazen, in het voorjaar zijn altijd veel minder vlinders te tellen dan in de zomer. Klopt, ook nu. Maar je ziet wel dat dit voorjaar van 2023, van 2023, echt een stuk lager ligt dan het gemiddelde. Het was een hele een rampzalig voorjaar. Echt op een gegeven moment dat je dacht van hoe kan dat nou? Prachtige bloemrijke bermen, je zag geen vlinder. Nou, dat klopt als je ziet ook met dit grafiekje. Dan zie je de tweede periode, zo in juni, dat het eigenlijk heel redelijk verliep. Min of meer zoals normaal. De rode en de blauwe lijn zitten een beetje over elkaar. Alleen heel snel zie je het kelderen. En in de zomerperiode is echt was het ook weer rampzalig, ook weer weinig vlinders. En september, u weet het nog, heel veel koolwitjes, heel veel dagpaarogen. September was het juist even iets meer dan gebruikelijk. Dat was gezamenlijk. Hier zie je eigenlijk elk jaar individueel als lijntje. Waarbij alle jaren die grijs zijn van voor 2023 zijn. En de rode lijn, dat is de lijn van 2023. En dan zie je dat die inderdaad in het voorjaar echt heel erg laag ligt. Bijna alle jaren waren er meer. Maar je ziet ook inderdaad dat die, vooral in die zomerperiode, hè, juli, augustus, buitengewoon slecht is. Dus het was een heel slecht vlinderjaar. En dat is op zich niet verwonderlijk, want hier zien we de lijnen wat uitgesplitst naar verschillende periodes. En dan zie je de rode lijn, dat is vanaf 1990, maar je ziet elke periode dat je recenter komt, zie je weer minder, weer minder, weer minder, weer minder vlinders. Dus het gaat slecht met de vlinders in Nederland. Kunnen we hier echt wel uit concluderen. Een voorbeeld van een soort, en dat is niet van de huilende heide of van de blije bossen, is de kleine vos. Super algemeen, maar inmiddels buitengewoon weinig aanwezig. De rode lijn, de groene lijn hè, vanaf 2013 en de blauwe lijn van vorig jaar. En je ziet dat het echt heel erg weinig kleine vossen zijn gezien. En nou is dat ook nog per
regio in Nederland verschillend. Want in West- en Noord-Nederland doet hij het eigenlijk nog redelijk goed. Maar op de zandgronden is die vrijwel helemaal verdwenen. De zwarte lijn hier is van 2022, dus toen waren er nog iets meer. Maar de rode lijn van 2023, de kleine vos, is echt een gigantische klap gekregen. En hier zien we het kaartje van 2023. En dan zie je dus dat in Oost-Nederland er een heleboel plekken zijn waar gewoon geen kleine vos is gemeld. En dat is bizar, want we hebben natuurlijk enorm veel waarnemingen tegenwoordig. Maar in 2023 zijn er plekken in de Achterhoek, in Twente, in Drenthe, waar gewoon geen kleine vos is gemeld. En niet één kilometer hokje waar die niet is gemeld, maar hele regio's van 100 kilometer waar geen kleine vossen zijn gemeld. Hoe komt dat? Altijd heel lastig, hebben we natuurlijk vanmorgen genoeg over gehoord. Het weer speelt een rol, het klimaat speelt een rol, maar er zijn heel veel andere factoren, zoals stikstof, zoals verdroging. En voor die kleine vos, ja, nadeel is van een hele algemene soort, wordt vaak maar heel weinig onderzoek naar gedaan. Als je ziet hoeveel Gentiaanblauwtje aan onderzoek heeft gehad, hoeveel mensjaren daarin zijn gaan zitten. Heel veel, kleine vos eigenlijk niet, die is te algemeen. Het zal ongetwijfeld met de verdroging te maken hebben. Met name die laatste jaren waren natuurlijk superdroge jaren. En op de zandgronden heeft die droogte een veel grotere invloed dan op de klei- en veengronden in het westen. Klimaatverandering zal ook zeker een rol spelen. Het kleine vos is een beetje een, ja, een soort die houdt van koelere omstandigheden. En als je kijkt naar de klimaatrisicoatlas, waarin we kijken van hoe gaat het nu met de verschillende soorten als we doorgaan met ons klimaat op te warmen, dan is die kleine vos inderdaad eentje die in 2050 vrijwel heel Nederland ook verdwenen is, omdat het klimaat hier gewoon ongeschikt is geworden. Misschien wat we nu zien, dat daar al een voorschot op is. Misschien ook dat hij weer kan herstellen. We weten het niet, dat denk ik al jaren, van nou ja, oké, slechte jaren, goede jaren, oké, veel parasieten, kan allemaal, maar de kleine vos blijft maar een topsoort. Maar we willen daar graag achter komen van waar dat nou aan ligt. Misschien dat we daar ook iets aan kunnen doen. Goed, dat was de kleine vos. Nu gaan we even naar de huilende heide. Huilende heide, want we zien op de heide dat de soorten, de dagvlinders, ook de libellen trouwens, het enorm slecht doen. En dat heeft diverse oorzaken ook weer. De heivlinder, een goed voorbeeld daarvan natuurlijk, echt een soort die op de heidevelden een redelijk normale verschijning was, maar die inmiddels echt op heel veel plekken nu aan het verdwijnen is. En je ziet ook weer de grafiekjes. Oh, die zag ik, maar u nog niet. Nu wel, grafiekje, hè, de rode lijn vanaf 1990, de groene lijn vanaf 2013. En dit jaar, die blauwe lijn, echt weer een stuk minder. En hier die grijze lijntjes. 2022 was al een heel slecht jaar. Toen maakte ons echt wel veel zorgen. Maar je ziet 2023, de rode lijn, nog weer veel minder die er per route geteld zijn. En het is een soort, ja, die op zich best tegen de droogte kan. Hè. Die heidevelden zijn per definitie vrij droge plekken waar die heivlinder voorkomt. Maar ook dat kan natuurlijk te erg worden. En als je ziet dat heel veel van de natuurgebieden waar die heidevelden in liggen, dat die inderdaad er rondomheen intensieve landbouw heeft, waar erg veel water wordt weggepompt om maar zo snel mogelijk op het land te kunnen, dat heeft ook invloed op die heide. En die droogte heeft er ook zeker mee te maken. Hier het eitje van de heivlinder. Een soort echt gevarieerde hei nodig heeft. Hij heeft plekken met gras nodig, met schapengras, met buntgras, die hele schrale grassen. Kale plekjes met korstmossen waar hij lekker kan zonnen. Maar ook boompjes waar hij kan schuilen tegen de vreselijke hitte die er ook op heidevelden kan bestaan. Dus juist zo'n gevarieerde hei, dat is het ideale leefgebied. En heel veel heidevelden zien er natuurlijk zo uit. Stikstof heeft met name in die hele voedselarme situaties echt een heel negatief effect. Pijpenstrootje die enorm opkomt. En ja, hier is voor heivlinder inderdaad maar heel weinig te halen. Gras, gras, gras. En nog een heel zielig klokjesgentiaantje die het nog net heeft volgehouden. Maar dit is voor de heivlinder geen goed leefgebied. Stikstof, heel groot probleem. Maar ook dit, prachtig mooi die kleuren. Maar dit is een ven. Dit was een ven. Totaal verdroogd. En we hebben natuurlijk een heel aantal hele droge jaren gehad. Chris heeft vanmorgen ook al wat voorbeelden van laten zien. Hele droge, extreem droge jaren gehad. En dat heeft op die heidevelden ook een enorme negatieve impact gehad. En zelfs ook dat je zag dat de heide niet bloeide. Nou, als er geen bloeiende hei is, hebben die heivlinders geen drinken. Als ze niet kunnen drinken, kunnen ze niet vliegen. Als ze niet kunnen vliegen, kunnen ze zich niet voortplanten. Dus funest. Maar zelfs hier, die buntgras, die schapengras, grazen die uitstekend tegen de droogte kunnen. Dit is een plaatje 2018 en dat was echt ook voor het schapengras en het buntgras te erg. Die zeiden ook van, dit gaat ons te ver. Grote klappen dus voor de soorten. En de kleine heivlinder,
Hij is nog gezien, 2023. Hij is nog niet uitgestorven. Ik hoop van harte dat volgend jaar op 1 maart ik hier kan staan en kan zeggen, hij is er nog. Maar het zou me niet verbazen, terwijl ik een ras optimist ben, dat hij dit jaar echt niet meer gezien wordt op de Kootwijkerzand. Ook zo'n slachtoffer van de huilende heide. Kom maar Vlinder, zelfde verhaal, ook een soort die een enorme klappen heeft gehad. Hier zit hij op een vlinderstruik, zo'n vreselijke exoot. En hij zit hier in de nectarkroeg die we in 2018 op het Kootwijkerzand hadden neergezet voor de kleine heivlinder. En we hebben ook van kommavlinder heel veel waarnemingen hoor, van tuinen uit de omgeving van heidevelden. En mensen die blij zijn van yes, een nieuwe tuinsoort. Kommavlinder, die had ik nog nooit. Op mijn vlinderstruik, ja. Maar dat is diep triest natuurlijk, want die soort die gaat weg. Gaat weg van de hei, die gaat in die vlinderstruik of op een andere plant heerlijk zitten drinken en die vliegt door. Maar die komt nooit van zijn leven natuurlijk meer zo'n mooie pols schapengras tegen, want die was op die hei waar die juist weg is getrokken. En betekent dat hij gewoon eet en vliegt, maar zich nooit meer voortplant. En dus op die manier ook echt een enorme klap voor die soorten van de heide. En hier, ja, hetzelfde verhaal. Hoef het niet meer uit te leggen. Buitengewoon slecht. En het is te hopen dat op een gegeven moment er weer een herstel op kan treden. Maar dat wordt steeds moeilijker. Want we zien bij heel veel soorten, ja, dat vertelde Chris ook al vanmorgen. Als je gewoon een grote populatie hebt en er is een enorm droog jaar, ja, dan krijg je een gigantische klap. Dan verdwijnt de helft misschien of nog meer. Maar goed, dan is er nog voldoende over om weer te herstellen. Maar als je al op het randje zit, als je hier precies op het randje staat en nog net kan overleven en dan een droge of een natte periode krijgt, ja, dan kiep je naar beneden en dan lig je hier op het podium. Dat zien we ook bij het Gentiaanblauwtje. Ik zei al, een soort waar gigantisch veel onderzoek naar gedaan is, waar we ook al heel lang mee bezig zijn. En dan gaat hij opeens vanzelf. Dat vind ik wel een beetje boeiend. Zit Titia natuurlijk aan de knoppen. Ik hou me prima aan mijn tijd. Ja, goed. toch even vlug terug naar dit kaartje. Het bovenste kaartje, dat is de periode dat Rick Eitje was, dus zeg maar 1985-95. En dat was evenveel waarnemingen als in 2023. Maar je ziet inderdaad die verspreiding. Heel veel plekjes waar die nog zat. Maar alle kleine plekjes, alle kleine restantjes, daar is die niet meer. Hij zit alleen nog maar op een paar grote plekken waar die nog net kan overleven. En ook daar zijn de aantallen veel lager dan toentertijd. Ja, die stip staat er nog, want hij zit er nog. Maar veel lagere aantallen. Dus ook hier zien we een hele sterke achteruitgang. Genoeg gesomberd. Want er zijn ook soorten die het heel goed doen. Botzandoogje noemde ik allemaal, er zijn er veel meer. En met name de bossoorten doen het heel erg goed. En ja, keizersmantel. Ja, als je mij in 1990 had gezegd van die keizersmantel, nou die zit op 100 plekken in Nederland. Ik zei, nou, doe niet zo gek. Ik ben een optimist, maar jij bent een dombo, want dat kan nooit van zijn leven. Nou, dat is natuurlijk wel. Die keizersmantel is in een paar jaar tijd enorm opgerukt. Hier zien we het kaartje alleen van 2023. Deze waarneming is de keizersmantel in 2023. Bizar. Echt op allerlei plekken is die gezien. Blijft zich voortplanten. Blijkt zich ook voort te planten, want hij zit jaar in jaar uit op die plekken. Want eerst denk je nog van ja, ze komen hier een keer binnenzetten en ze verdwijnen weer. Zoals we soms ook met de rouwmantel hebben of een keer met die oostelijke vos. Maar nee, dit is echt een blijvertje. Er wordt ook regelmatig van die mooie Valesina-vormen gezien. De vrouwtjes hebben soms afwijkende vorm die helemaal groen is. Nou, die worden ook in Nederland al gezien. Dat betekent ook dat er best redelijk veel moeten zijn. Want er is maar enkele die inderdaad zo'n afwijking laten zien. En blijkbaar is er ook voldoende voedsel voor de rupsen. Diverse viooltjes, maartsviooltje, bosviooltje. En ja, hij blijkt zich op heel veel plekken te kunnen voortplanten. Dus blijkbaar zijn daar voldoende viooltjes. En wat ik nog steeds een keer uit wil zoeken, maar misschien is dat alles uitgezonderd. Dat zou me niet verbazen als die ook op tuinviooltjes zou kunnen overleven. Maar dat zou betekenen dat hij op zich nog op veel meer plekken zou moeten kunnen voortplanten. Goed, die soort doet het dus goed, net als een heel aantal andere bossoorten. En dat kan best ook te maken hebben met die klimaatverandering. Want onze bossen, ja, dat zijn natuurlijk, in Nederland is een kikkerlandje koud. Die bossen waren misschien net te kil voor de meeste soorten. En juist door die paar graden warmer, dat juist die bossen ook nu geschikt worden voor die bosvlinders als de keizersmantel, maar ook zoals deze grote vos. En nog zo'n succesverhaal. Gigantisch toegenomen en enorm veel voorkomend. Dit is het kaartje met alleen de waarnemingen uit 2023. Van de grote vos.
Had ik dat 10 jaar geleden tegen u gezegd en u had mij ook voor gek uitgemaakt. En, even terughalen, we hadden net het kaartje van de kleine vos. Hé, die plekken waar helemaal geen kleine vos meer te zwinden is, Oost-Nederland, Twente, Drenthe, dat barst het van de grote vossen. En er zijn ook heel wat mensen die tegen mij zeggen van, hé, ik heb dit jaar of vorig jaar meer grote vos gezien dan kleine vos. Ook dat is iets wat als je dat 10 jaar geleden hier had verteld, dan had ik met de rotte eieren bekogeld hier de zaal moeten verlaten, want dat soort rare dingen verzie je niet. Heeft niet iets met elkaar te maken hoor. Ik vermoed niet dat de grote vos de kleine vos verdrinkt. Maar ja, het is wel heel opvallend dat het inderdaad bijna spiegelbeeldig is. Alleen 2023, hè? Bizar. Heel leuk natuurlijk, prachtig mooie soort. Hier eventjes weer dat kaartje met een pijltje erbij. Je ziet wel dat die grote vos voornamelijk op de zand... Nou zeg... Voornamelijk op de zandgrond het heel goed doet, in het rivierengebied niet zo goed. En dat pijltje dat staat bij Culemborg, waar ik zelf woon. En heel opvallend, ik heb nog nooit de grote vos daar gezien. Maar toen we aan het wandelen waren, vonden we wel de rupsen. Normaal worden de eitjes vaak afgezet in de toppen van iepen en van willigen en zo. Ja, en als daar een rupsengroep zit, ja, dat zie je eigenlijk niet als je aan het wandelen bent. Maar soms leggen ze ook op veel lagere struikjes, zoals in dit geval. Daar op zo'n willigje, boswilligje in de bosrand. En daar bleek een heel rupsennest van de grote vos te zitten. Ik ga dit voorjaar dus echt zoeken, want ik hoop dus dat ik daar nu ook een keer een grote vos kan zien. Maar ja, de rupsen zijn er in ieder geval wel, dus hij heeft zich, of zij heeft zich in ieder geval daar voortgeplant. Opvallend, want ze zitten natuurlijk in groepen bij elkaar. Alleen ja, als je in een boomtop zit, dan valt dat weinig op. Grote vos, nog een grote soort, de grote weerschijnvlinder. Bosvlinder, en ook een vlinder die enorm aan het toenemen is. Kaartje alleen van 2023 van de grote weerschijnvlinder. Vooral Flevoland valt erg op. Die bossen in Flevoland, daar staan veel wilg, veel boswilg. En die blijken echt allemaal ook heel goed gebruikt te worden door die grote weerschijnvlinder. Maar ook inderdaad, omgeving Wiedeweerribben, Noordoost-Overijssel, waar die echt een vaste klant is. Ook de gebruikelijke plekken in Brabant en Weertebos en in Twente en de Achterhoek, maar ook dus heel veel nieuwe plekken die bezet worden door die grote weerschijnvlinder. Titia noemde het al, en Amber ook in haar filmpje over de vlindervlucht, een van de soorten waar we naar gekeken hebben in december, toen we in Zuidwolde waren, dat was naar die grote weerschijnvlinder, naar de rups van de grote weerschijnvlinder is gezocht. En toen hebben ze er ook, ik meen, 5 gevonden. Ik was bij een andere club, dus ik heb het zelf niet meegemaakt. Titia had er zelf dus ook 1 ontdekt. Jazeker. En toen hebben we ook inderdaad een bericht gedaan op Nature Today. En toen zijn andere mensen, kwam net iemand op af die zei van, nou, dank voor die tip hoor, want ik ben gaan zoeken. En ik had ook een rups. Dus het is heel leuk om van de winter, ja, nu zijn we net te laat voor die winterrupsen, om op zoek te gaan. Het is een klein beestje, zit verstopt tegen de knoppen aan. Maar als je met dat zoekbeeld gaat kijken, in de randen van bossen heb je dus een dikke kans dat je ook rupsen vindt. Hier verspreidingskaartje van waar rupsen zijn gevonden deze winter. Dus als je gaat zoeken op een plek waar die echt voorkomt, dan heb je daar zeker kansen voor. Ook nu kun je nog gaan zoeken, hè, de komende tijd. Dit is een plaatje uit mei, geloof ik. Dus dan zijn die rupsen al een stuk groter. Alleen ja, er zit er ook heel veel blad aan de bomen. En dan wordt het wel weer lastig, hoewel je door de vraat al wel aanwijzingen kunt krijgen. Dus ook van het voorjaar zoeken naar grote weerschijnvlinderrupsen kan zo het nodige opleveren. Goed. Blije bossen, huilende heide. Hoe gaat het met de vlinders in Nederland? Slecht. Helaas slecht. En dit plaatje zegt eigenlijk genoeg. En dan kunnen er gelukkig ook soorten zijn die het best goed doen. Maar over het algemeen zien we de vlinders nog steeds verder naar achteren gaan. Het blijft dus nog steeds heel hard nodig om daar wat aan te doen. En we kunnen wat doen in onze tuin. We kunnen wat doen in de bermen, in de groenstroken. Maar daarmee zullen we de vlinders niet redden. Er moeten echt grootschaliger dingen veranderen. En dat hele intensieve landgebruik, dat is de uiteindelijke oorzaak van de achteruitgang. Daar zullen we echt iets aan moeten doen. Klimaatverandering, heel veel over gepraat door allerlei regeringsleiders, maar ik zie daar nog niet op korte termijn heel veel in gebeuren. Dus ook deze rasoptimist die zegt van, ja, het kan, maar dan moet er wel echt heel veel gaan gebeuren. Dus laten we daarmee gaan beginnen. Dank u wel.